Goedemorgen, wat goed dat je kijkt. Mijn naam is Kees Krijnoord en je bent welkom bij deze livestreamdienst van Mozaïek 033 en Mozaïek 0318. Misschien ben je wel deel van onze gemeente en zit je alleen of met je gezin te kijken. Welkom. Het kan ook zijn dat jouw kerk misschien geen livestreamdienst heeft en dat je dus gekozen hebt om naar onze stream te kijken. Ook natuurlijk dan van harte welkom. Het kan ook zijn dat je misschien normaal nooit naar een kerk gaat. En dat je toch misschien op zoek bent naar hoop, naar antwoorden, naar iets, naar zingeving. En je bent ingetuned. Wat is het goed dat je kijkt. Dit is wat wij geloven, dat God van je houdt, wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt, wat je vragen ook zijn, waar je ook zit in jouw leven. Wat er ook speelt in je hoofd en in je omgeving. God houdt van je. Ook een bijzonder welkom aan de kijkers van onze tweede stream. Welkom en wat goed dat je kijkt. Nou, het kan je afgelopen week niet ontgaan zijn. Dit is de week van anderhalve meter. We moeten anderhalve meter afstand houden tot elkaar. En als je een beetje op mij lijkt, dan weet je hoe moeilijk dat is. Ik vind het lastig. Ik hou ervan om mensen een schouderklop te geven, even aan te raken of zelfs een knuffel. En als we hier nu live waren, dan had ik nu op dit moment in de dienst gezegd, hey, kijk eens om je heen. Zie even een paar mensen staan. Geef elkaar een hand of zelfs een hug. Dat kan nu niet. En misschien mis je dat wel. Misschien mis je wel het met andere mensen samen zijn. Ik wel. Ik mis het samen zingen. Ik mis het samen koffie drinken voor en na onze dienst. Ik mis het samen bidden. Gewoon met mensen zijn. Misschien geeft dat jou ook wel een gevoel van eenzaamheid. Kan ik me zo voorstellen. Kort gezegd, we missen misschien wel elkaar. En dat mag. Dat is goed om dat zo te voelen. Ik mis jou. Ik mis jullie. En misschien mis je ook wel het naar de kerk gaan. Maar dan toch zo goed om nu verbonden te zijn via onze livestream. We zijn toch met elkaar verbonden, niet waar? Misschien wel juist meer nu dan ooit. Ik zag deze tweet van de week voorbij komen. Wonderlijk. We moeten minstens anderhalve meter afstand houden, maar we waren nog nooit zo verbonden. Hashtag volgens Martijn. Martijn Buwalda. En hij raakt hier iets aan en denkt, ja, klopt. Die afstand maakt misschien dat we nog wel meer dan ooit verbonden voelen met elkaar. En juist die verbinding, die mogen we nu vandaag onderstrepen via deze stream. Maar die mogen we ook zoeken in gebed. Verbinding met God en ook verbinding met elkaar. Door ons geloof in hem uit te spreken, hem te zoeken. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, veel christelijke kerkdiensten die beginnen met de woorden, onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat. Heer, die woorden, mogen die ons vandaag bemoedigen. U laat ons niet los. U laat deze wereld niet los. U laat mij niet los. We mogen het heel persoonlijk ook zeggen. Heer, u laat mij niet los. Dank u wel, Heer, dat u ons vasthoudt. Mogen we dat in deze dienst ervaren? Dat u ons vasthoudt als gezin. Als gezin van God, geestelijk gezin. Maar dat u ons ook vasthoudt wat er ook speelt in ons leven. U weet wat er speelt. Heer, u weet wat er gaande is in ons bestaan. U weet bijvoorbeeld of we ziek zijn. U weet dat er misschien mensen in onze omgeving ziek zijn. Misschien wel heel ernstig ziek zijn. Waar we ons enorm zorgen over maken. Heer, u weet het. Als we thuis misschien een beetje gek aan het worden zijn. U weet het. Waar misschien kinderen een beetje gek worden van ouders. Of vice versa. Heer, u weet het. Daar waar we misschien in de zorg werken. Waar we moe zijn geworden. Waar een enorme uitdaging is. Heer, u weet het. Waar we misschien inkomsten verliezen. Omdat ons werk is gestopt. Heer, u bent op de hoogte van wat er speelt in ons leven. Heer, maar daarom willen we vanmorgen juist naar u kijken. Willen we naar u toe gaan. Willen we u zoeken in gebed, zoeken in uw woord. En willen we samen zingen en ons geloof belijden dat u Heer bent, zelfs in deze storm. Heer, we bidden voor elkaar. We bidden voor onze overheid, voor wijsheid. Heer, we bidden voor het uur wat voor ons ligt. Dank dat we ons mogen verbonden weten met u.
Geen anderhalve meter afstand. Nee, u bent in ons en heel dicht bij ons. Amen. Vanmorgen spreekt Jurriën ten Brinke. Jurriën, niet Arjen ten Brinke, een van onze voorgangers in Mozaïek 033. Dit is zijn neef. En hij komt uit Amsterdam, hij is predikant daar. En misschien ken je hem wel van EO-programma's zoals Nederland Zingt. Nederland Zingt op zondag en De Kapel. En we zien uit naar wat hij straks met ons gaat delen. Misschien wil je wel in contact komen met ons. Het kan nu niet fysiek, maar het kan wel online. Je kan reageren op onze YouTube-link, je kan reageren op Facebook, maar je kan ook live chatten via de website. Als je dat wil, kom online en stel die vraag. Vraag om gebed. Laat even weten dat je kijkt. En natuurlijk kan je ons ook mailen. contact@mozaïek033 of contact@mozaïek033.nl. We vinden het heel gaaf dat onze jongeren en onze kinderen elkaar steeds meer online vinden. Net nog onze kidsdienst om 10 uur. Ook onze jongeren deze week via Insta live. En ze willen je van harte uitnodigen om online te komen. Maar kijk even mee met deze uitnodiging naar deze film. Yes, dit is Renske. En dit is Ruben. Ja, en normaal zou bedoel je dat we elkaar natuurlijk ontmoeten bij de worship avond en zo. Maar ja, die gaan dan natuurlijk door zoals je weet, maar we hebben wel iets super tofs bedacht. We gaan namelijk elke woensdagavond vanaf 1 april live op Instagram. We gaan lekker met elkaar oude horen, lol trappen. We gaan ook met elkaar God ons ontmoeten, dus we hebben daar heel erg veel zin in. Yes, en heb jij nog leuke ideeën? Laat het ons weten, we willen het echt met elkaar doen. Dus heb je nog een leuk idee wat we kunnen doen? Gooi het in de reacties, laat het ons weten, we zijn benieuwd. En het wordt uitgezonden op het Instagram kanaal van Mozaïek 038 We Are Young. Het geldt ook zeker voor alle jongeren van 033. Dus ja, voel je ook echt uitgenodigd om mee te gaan kijken. Nodig jullie vrienden en familie uit, zodat we dit met elkaar kunnen doen. We beginnen om 19:30, aankomen dinsdag, dus zorg dat je kijkt. We gaan nu zometeen samen zingen. En geloof me, je beleeft deze dienst het beste als je echt uit bed stapt. Of je opfrist. Je beleeft deze dienst het beste als je hem kijkt op de grootste scherm die in je huis te vinden is. En ook nu. Nu gaan we samen zingen. En ik wil je vragen niet alleen maar te kijken naar het zingen. Maar ook daadwerkelijk je mond open te doen en geluid voor te brengen. Ook al zit je in een groepje. Ook al zit je alleen. Als je denkt, ja, maar dat is vreemd. Weet je hoe vreemd het is als een worshipteam een lege zaal moet leiden? Dus ik zou je willen vragen, ga gewoon staan als je kan staan. Zing met ons mee woorden die ons helpen te herinneren wie God is, hoe groot Hij is. Er zijn wel 10.000 redenen voor dankbaarheid. Dus zing met ons mee, laten we samen God aanbidden. Full geduld.
als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt in mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaar en tot in thank you.
stand before the throne. Zullen we dat nog een keer zingen? When he shall come with trumpet sound, oh may I dare in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless stand before the throne. 'Cause you are Christ alone, cornerstone, and through the storm he is Lord. Ja, Heer, in de storm van het moment. Kees noemde net wat voorbeelden waar we misschien doorheen gaan. Juist dan willen we belijden dat u Heer bent. U bent Heer in deze storm. Heer, geen storm is te groot voor u. U heeft de dood al overwonnen. Door u is er hoop. Ook in deze storm. En daarom willen we nog een keer zingen. Christ alone, cornerstone. Through the storm, he is Lord, Lord of all. Wat een woorden om te zingen, wat een woorden om te belijden. Misschien wel in je storm deze woorden te zingen. Het kan je helpen je geloof op te bouwen. Het kan je helpen om je daaraan vast te houden, zingen in de storm. Vanmorgen om 10:00 hadden we hier onze Mosaic Kids Church online. En wat zijn wij mega trots op dat team die dat heeft gemaakt. In korte tijd. Echt fantastisch. Vanmiddag komt die dienst opnieuw online. En dan blijft die online vanaf 3:00. Dus je kan het blijven kijken vanmiddag. Vanaf 3:00 komt de Mosaic Church Kids dienst online. We gaan zometeen kijken naar een fragment uit vanmorgen. En daarna zingen we een lied, God van Licht. En die zat ook in die kidsdienst met gebaren en al. Dus kids, als je zit te kijken, dan weet je inmiddels wel hoe dat moet. Dus dit is zometeen voor jou de cue. Belangrijk om je ouders even enthousiast te maken. En even die bewegingen mee te doen. Een beetje beweging kan geen kwaad. Eerst gaan we dus kijken naar een fragment. En daarna zingen we God van Licht. Opstaan, lekker de bewegingen doen. Kijk even mee. Ja, maar even, Sophie, kijk eens wat ik voor de deur vond. Ik denk dat mama weer boodschappen heeft besteld online. Yes, ik ben gek op boodschappen. Oh, ik hoop dat er lekkere dingen in zitten dit keer. Snoep en koek en chocola en M&M's. Als het maar geen vruchten of fruit is. Oh, dat vind ik yes. Vies. Bananen. Wat? Zitten alleen maar fruit en vruchten in? Nee, dat kan niet. Laat eens kijken. Nog meer bananen. Druiven, appels. En een wc-rol, handig. Maar Eva, missen we niet een tas of zo? Dit kan toch niet alles zijn? Nou, ik ben gek op bananen, Olly. Bam! Stomme vrucht van de aha. Hey, dat is grappig. Vrucht van de aha. Ik ken ook zoiets. Dat is de vrucht van de HG. HG. Heilige Geest, weet je wel? Oh ja, Heilige Geest. Dat lees je in de Bijbel inderdaad. Maar Eva,
In de Bijbel lees ik niet vrucht van de Heilige Geest. Ik lees vrucht van de Heilige Geest. Waarom is het niet chocola of snoep of koek van de Heilige Geest? Ja, weet je, Olly, snoep en koek zijn eigenlijk helemaal niet zo gezond. En weet je, als je ziek bent, dan eet je juist fruit, groenten of vruchten om weer beter te worden. En zo is het ook met de vrucht van de Heilige Geest. Die wil ons helpen om goede dingen te doen. Oh, nou snap ik hem. Maar over welke vrucht heb je het dan? Ik lees niets in de Bijbel over bananen of appels en druiven. Nee, dat klopt. Kijk, bij dit soort vrucht moet je denken aan liefde, of aan blijdschap of aan vrede. Of geduldig zijn. Dat vind jij toch wel eens moeilijk? Kijk, en de Heilige Geest die wil dat ons geven. En dat kan die ons helpen, zodat wij geduldig zijn of liefde voor andere mensen hebben. En ik ken daar een heel leuk liedje van. Oh, vertel eens. Ja, luister. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Oh, volgens mij ken ik dat liedje ook. Ja, leuk is die. Leuk, hè? Jongens, kom eens even helpen met de tweede tas boodschappen. Die moeten naar de keuken worden gebracht. Zie, ik zei het toch, er was een tweede tas. Hopen dat daar mijn snoep in zit. Ja! Yes, kids. Kees zei het net al even. Je kent de beweging misschien nog wel. We gaan het liedje God van Licht spelen. Ouders, kom ook even in de benen. En laat je leiden door je kinderen. Doe maar mee. Mijn twijfels, in mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent rust als het stormt op zee. Als het stormt op zee, oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Mijn gids, leid mij door het donker.
Yes. Licht in het donker. Daar willen we nog een lied van zingen. Light in the darkness. Because you are a miracle worker, a waymaker, a promise keeper, and a light in the darkness. Darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship.
darkness, my God, that is who you are. Hearts are now
stormen in je leven zijn per definitie heftig, volgens mij. Letterlijk en figuurlijk. Ik zal nooit vergeten dat ik bij mijn vorige werkgever Stichting Gaven een functioneringsgesprek had met de directeur. En dat deed hij dan op zijn zeilbootje op de Loosdrechtse plassen. Maar onverwachts ging het heel hard waaien. En het werd een heel lang functioneringsgesprek. Het duurde eindeloos voor we terug waren aan wal. En dat was dan maar op de Loosdrechtse plassen. Laat staan als je in de zee bent. Op zee, op een oceaan. En als je in de heftigste stormen terechtkomt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. In je leven. Als je te maken krijgt met ziekte, met rouw. Of met zoveel onrust zoals er nu is. Vandaag de dag, in de hele wereld. En ook bij jou en bij mij. We gaan samen lezen een verhaal in de Bijbel waar het gaat over zo'n storm en vooral ook hoe Paulus daarop reageert. Paulus, een dienaar van Jezus Christus, een getuige van God die heel veel gesproken heeft over wie God is, die al een aantal stormen heeft gehad, figuurlijk, in de gevangenis is beland, geslagen is en die nu op een schip is onderweg naar Rome. Hij heeft zich beroepen op de keizer en hij heeft gezegd, laat die dan maar recht spreken. Ze zijn in een haven en Paulus die zegt, jongens, vaar niet uit. Maar ja, hij is een gevangene op dat schip waar een paar honderd mensen zijn. Onder andere Romeinse soldaten om gevangenen te beveiligen, te bewaken. Een kapitein, een centurio. Vaar niet uit, laten we hier blijven, zegt Paulus. Maar ja, je luistert niet naar een gevangene en dus varen ze wel uit. En we lezen dan in Handelingen hoofdstuk 27... dat het 2 weken lang, zo staat het er echt, 2 weken lang donker was. Zelfs geen zon, maan en sterren. Lees maar mee vanaf vers 21 in Handelingen 27. Al geruime tijd had niemand aan boord iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd. Dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. Dan was er niets verloren gegaan. Ze hadden al allerlei lading overboord gegooid. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei, wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God. En ik verwacht dat het zo zal gaan zoals me gezegd is. Wij zullen stranden op een of ander eiland. Tot zover uit de Bijbel. En zo gaat het ook echt. Daadwerkelijk de volgende dag is daar een moment dat het enigszins licht wordt. Dat ze een eiland zien, daar koersen ze op af. Het schip vaart alsnog op een zandbank. Door de storm dreigt het te breken. De soldaten hebben een oplossing om te voorkomen dat mensen vluchten. We doden gewoon iedereen. Er zijn ook nog matrozen die proberen om te ontsnappen via de reddingsboten. Maar uiteindelijk, omwille van Paulus, wordt er helemaal niemand gedood. Ze zwemmen en op wrakstukken komen ze uiteindelijk aan op land. Dat is het verhaal zoals we het lezen in de Bijbel. En ik wil er een paar lessen uit trekken voor jou en voor mij. Allereerst deze. Het kan je voor of tegen de wind gaan. En dat is natuurlijk een open deur. Maar het is wel belangrijk om te beseffen voor jou en voor mij vandaag de dag. Sommigen van ons, het gaat prima. Je mag je werk blijven doen. Natuurlijk, er zijn restricties. Maar het gaat. En anderen, ja, die herkennen zich enorm in de angst van al die mensen op dit schip. Dat je niets kunt doen. Dat je zo graag wat wilt. Maar de onzekerheid nekt je. Geen zon, geen maan, geen sterren staat er. Vergis je niet, hè? In die tijd waren dat de bakens van herkenning. Daardoor wist je waar je was. Niet gegeten van angst. Nauwelijks gedronken. Er zijn ook mensen die herkennen zich in de Paulussen. Dat je anderen probeert moed in te spreken. Er zijn mensen die lijken meer op de matrozen. Je gaat voor je eigen hachie. Je probeert het vege lijf te redden als het met jou maar goed komt. En wat een ander meemaakt, moi. Ik wil je vragen, vanmorgen.
Ben jij een Paulus voor anderen? Paulus heeft een relatie met God, dat is duidelijk. En op grond van die relatie mag hij daar op dat schip gaan staan, te midden van waarschijnlijk alleen maar mensen die niet geloofden zoals Paulus. Joodse mensen, Romeinse soldaten, een groep gevangenen. En dan gaat hij daar staan terwijl iedereen in paniek is en iedereen bang is. En dan spreekt hij het uit. Nou, wat zegt hij dan? Jongens, doe niet zo moeilijk. Je hoeft niet bang te zijn. Nee, dat zegt hij niet. Houd moed. Houd moed, mannen. Ik zal iets aan je vertellen. God heeft tot me gesproken. En dit heeft hij gezegd. We zullen het er levend van afbrengen. Het schip zal vergaan. En we stranden op één of ander eiland. En ik kan je in alle eerlijkheid niet zeggen dat we het er allemaal levend van afbrengen. Sterker nog, we weten allemaal dat dat niet het geval is. Ik mag je wel oproepen om moed te houden en om een Paulus te zijn voor anderen. Ook als je niet alle concrete antwoorden hebt. Jouw relatie met God, het lijntje wat je mag hebben, kan een basis zijn om te midden van allerlei mensen die God niet kennen, te gaan staan en te zeggen, houd moed, mannen. Houd moed, want God is daar. Hij heeft op me gesproken. Hij heeft gezegd dat we het vege lijf zullen redden. We zullen stranden op een of ander eiland. Geen onbelangrijk detail. Welke Bijbelvertaling je ook leest, overal zie je iets soortgelijks terug. In de grondtaal ook. Alsof Paulus wil zeggen, ik geloof dat het goed komt, maar hoe het goed komt, dat weet ik niet. Op één of ander eiland. Dat is wel belangrijk, hè? Ook als christenen moeten we ons niet laten verleiden tot het zal wel zo gaan en dan zus of zo. Het leven is veel te ingewikkeld om allerlei conclusies te trekken. Om te zeggen hoe het zal gaan. Wees daar dan ook voorzichtig mee. Maar die grondslag blijft. Houd moed, mannen. Ik verwacht dat het zo zal gaan. God heeft gesproken. Daar houd ik me aan vast. Ben jij een Paulus voor anderen? Of eerder een matroos die wil ontsnappen. Heb je nog niet geleerd in je leven wat het betekent om te delen? En dat delen vreugde geeft. Omdat je anderen tot bloei mag zien komen. In plaats van dat je voor jezelf kiest. Paulus stond daar. En hij deelde uit. Maar er komt nog wel iets bij. Diezelfde Paulus heeft op allerlei plekken in de Bijbel geschreven over de storm van het leven en hoe verdrukking uiteindelijk leidt tot volharding, maar ook tot zegen. Tot groei in genade. Let wel, niet zozeer groei in je geloof, als wel groei in genade. Minder van jou en meer van God in jou. Geleerd dat het niet van jou afhangt, zelfs niet van de kracht van jouw geloof, maar dat het afhangt van die Jezus Christus die hier dwars doorheen is gegaan. Dat is zo'n bemoediging wat mij betreft, in deze aanloop naar Pasen. We hebben geen God in de hemel die heeft zitten kijken hoe wij dit hebben gefixt met elkaar, corona. Eens zien hoe Gods volk daarmee omgaat en hoe de wereld daarmee omgaat. De wereld waarin jij en ik leven. Nee, die God heeft zichzelf in de strijd gegooid. Hij heeft in de persoon van Jezus laten zien dat hij ons niet overliet aan onszelf. Hij kwam. En die Jezus heeft gezien wat ziekte doet met mensen. Wat dood doet met mensen. Heeft gehuild bij het graf van zijn vriend. Deze Jezus, die heeft gebeden tot de hemelse Vader. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Mag ik het even in mijn eigen woorden zeggen? Heer, ik trek dit niet. Ik ben bang. Grote druppels zweet. Bloed. Wie heeft gezegd dat je als christen niet bang mag zijn? Jezus was bang. Maar hij wist waar hij naartoe moest met zijn angst. Hij wist dat er een God was die hem droeg in die angst. En hij kon het in geloof zeggen. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jezus moest er dwars doorheen. Door de verlatenheid van God. Daar aan het kruis urenlang het gevoel hebben, nee, daadwerkelijk van God verlaten zijn. Vader, waar bent u? Hoort u me niet? En dat is een troost, vrienden.
die we gek genoeg mogen hebben in deze tijd. Jezus weet waar we doorheen gaan. En Paulus wist dat. Hij had het geleerd in de gevangenis, op de momenten dat hij gegezeld was. Op die momenten dat hij verkeerd begrepen was. Hij wist het. Paulus had het geleerd en nu kon hij naast andere mensen staan. Nu hij in een crisis belandde, daar in een storm, waarvan hij notabene had gewaarschuwd. Laten we niet uitvaren, want het gaat niet goed. En hij mag er staan. En hij is niet zozeer verwijtend. Ja, natuurlijk, hij zegt het nog wel. Had nou maar geluisterd. Maar vervolgens trekt hij zich niet terug, maar staat hij daar. En deelt hij uit. Houd moed. Want Jezus is ons voorgegaan. God heeft gesproken. We mogen geloven dat we hier als overwinnaars uitkomen. In de naam van onze God. En dan is er nog iets. En dat is dat Paulus ons leert dat we niet met onze hoofd in de wolken kunnen lopen of zo. Van nou ja, het komt goed jongens, wees niet bang. En dat we heel geestelijk kunnen gaan doen. Hoe belangrijk dat gebed ook is en die relatie met God. Want pas dan kun je er staan, te midden van al die anderen. Als je dat lijntje hebt met boven. Maar hij is ook super praktisch. Ik hou er wel van. Hands on. Paulus die zegt even in eigen woorden. En nu eten, drinken. Een heleboel van jullie hebben nauwelijks gegeten. Dat kan niet. Straks moet je zwemmen. Eten. Alsof hij zegt. Oké, heel veel kunnen we niet. Maar wat je kunt, dan ga je nou doen. Bereid je voor. En dat doen de mensen dan ook. Ze eten, ze drinken. En laat me nou in alle eerlijkheid tegen je zeggen. Als je zelfs dat niet kan. Als je het gevoel hebt dat je helemaal niets meer kunt. Dan weet God dat ook. Er is ook nog zoiets als een soort heilige relaxedheid. Vertrouwen en geloven dat God je draagt. En anderzijds, vrienden. Doe wat je kunt doen. Deel iets uit van de liefde van God. Schrijf een kaart, stuur een app, koop een bos bloemen. Deel het uit, zorg voor anderen, kook voor hen, maak eten voor hen. Of ze nu ziek zijn of in de zorg werken en een extra bemoediging nodig kunnen hebben. Doe wat je wel kunt doen. Dat is de boodschap van Paulus in dit verhaal. Doe wat je kunt doen, want straks is dat mogelijk te laat. En als dat dan gebeurt, dan gaan ze door de volgende dag en dan lijkt het alsnog mis te gaan. Het schip strandt op een zandbank en dreigt te breken. En iedereen die God kent en die zit te kijken, die weet dat je dit wel vaker kunt meemaken. Hè? Dat je denkt, en nu is het helder, nu is het duidelijk, God heeft gesproken, daar gaan we dan. En dat er dan opnieuw een kink in de kabel komt. En dat notabene de soldaten alle gevangenen willen doden. En waarom gebeurt dat niet? We lazen het net. God heeft al gezegd dat hij het lot van al die mensen in de handen van Paulus heeft gelegd. Omwille van jou, Paulus. En dat is wat die centurio doet. Als die soldaten zeggen, zullen we ze allemaal maar doden? Dan kan er tenminste niet één ontsnappen. Dan is daar de centurio die zegt, omwille van Paulus. Die man, die een ander geloof heeft dan ik. Die gaan wij niet doden. Ik heb respect voor hem, ontzag voor hem. Omwille van Paulus blijven ze in leven. Wonderlijk, hè? Dat missen we misschien wel eens, vandaag de dag, als kerken. Die uitstraling. We zijn blij dat je er bent. Dat de omgeving die niet gelooft zegt, maar jullie zijn nodig. Ik geloof het niet, hoor. Voor mezelf. Maar dit is belangrijk, wat jullie doen. Dat kan echt. Hoewel we ook weten dat er genoeg broeders en zusters zijn die vervolgd worden. En die hun leven geven. Omwille van Jezus. Ben je bereid? Wil je een Paulus zijn? Moed geven? Ondanks dat je je niet laat verleiden tot we weten precies hoe het gaat. Nee, op één of ander eiland. Twee, besef je dat je door ervaringen heen, door verdrukking heen, leert om volgeling van Jezus te zijn. En steeds meer gaat beseffen wie hij is en zo ook naast anderen kan staan. Weet je je getroost door het feit dat hij je is voorgegaan? En drie, als we dan in die situatie zitten, dat we bijna niks meer kunnen, ook nu. Als we elkaar aansporen, houd moed. Er is licht aan het eind van een tunnel. Doe je dan in ieder geval nog wat je wel kunt doen, zoals Paulus ons hier oproept. Eet, drink en doe dat. Ik zou je tenslotte
een soort van oproep willen doen. Wil jij met mij een Paulus zijn? Wil je anderen aansporen moed te houden? En ik hoop eigenlijk dat je zit te kijken en dat je zegt, ja, natuurlijk, dat wil ik. Ja, maar dan misschien wel direct de disclaimer. Lukt dat dan als het heel dichtbij komt, corona? Als jouw vader of jouw moeder ernstig ziek wordt, dreigt te sterven of je al met rouw te maken hebt? Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar ik heb heel vaak goede voornemens en dan ga ik ervoor. En talloze keren val ik mezelf vervolgens tegen. Dus misschien moet de oproep wel zijn, niet zozeer wil jij een Paulus zijn voor anderen, maar wil jij op de knieën en wil je ontvangen van wat God jou wil geven. Zodat je op het moment dat het nodig is, er kunt gaan staan en zeggen zult, houd moed, broeders, zusters, God heeft gesproken. Hoe het zal gaan, weet ik niet. We zullen stranden op een of ander eiland. Maar dit is wat ik weet. Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft de strijd gestreden. En hij heeft het overwonnen. In zijn naam wil ik vooruit. Laten we eten. Laten we drinken. Laten we doen wat we kunnen doen. In het diepe besef dat ons leven, ja, ons leven en ons sterven betekent dat we veilig zijn in de handen van God. Dwars door de storm zal Hij je leiden. Want Hij was en Hij is en Hij zal zijn. Weet je gezegend. En zing maar mee. Laten we bidden. Dank u wel, Heer, voor zo'n eerlijk boek als de Bijbel. Dank voor de lessen van Paulus. Dat u hem de genade en de kracht gaf
om door dat wat hij geleerd had in zijn leven anderen aan te mogen moedigen. Door hen toe te spreken. Houd moed. En tegelijk, Heer, dat u hem, ik zou zeggen, de genade gaf om te accepteren dat het niet allemaal gaat zoals wij willen of hopen of verwachten. Heer, dat ook Paulus ons leert om te zeggen, we zullen stranden op één of ander eiland. Het komt goed, maar hoe, dat weet ik niet. We blijven hopen op uw naam, Heer. Geef ons de kracht alstublieft om te blijven doen wat we nog wel kunnen. Help ons om niet te kijken naar wat niet allemaal meer kan, maar wat nog wel kan. Eet, drink, doe wat je kunt doen. Straks moet je zwemmen. En Heer, tegelijk bidden we u uit de grond van ons hart. Leer ons u te zien, Jezus de Heer, die voor ons uit is gegaan. Die de strijd gestreden heeft, die de overwinning heeft behaald. Die heeft meegemaakt wat het is om te moeten roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dank je voor dit eerlijke boek, de Bijbel. Dat we opgeroepen worden en aangespoord worden om te geloven. Maar dat het niet van ons afhangt. En dat het ons lukt. En dat wij het voor elkaar hebben. Maar dat we met lege handen mogen verwachten wat u ons geeft. Dat uw genade groot wordt in ons. Dat we groeien in genade. Meer van u, minder van ons. Daar bidden we u om. En opnieuw vragen we u om kracht voor allen die keihard werken. In het ziekenhuis en op allerlei andere plekken. Maar ook voor degenen die bang thuis zitten. Angst om henzelf of om hun geliefden. We bidden u voor degenen die in rouw zijn. Omdat ze al mensen verloren aan corona of aan andere ziekten. Ontfermt u zich, Heer. En geef hen geloof en vertrouwen. Dat hun leven veilig is bij God. In leven en in sterven. Wij loven uw naam en we prijzen u, omdat u Heer bent. Zelfs als de golven overslaan, blijven we geloven in uw naam. Amen. To have
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Onze hoop en onze redding. U alleen herstelt ons land. Wat een woorden om te zingen. Wat een woorden om te belijden. Ik zei het al in het begin. Misschien wil je in contact komen met ons. Dat kan. Je kan natuurlijk reageren op YouTube, Facebook en chatten via de website. Maar ook aan het eind van een mozaïekdienst zijn we gewoon om ministry aan te bieden. Mensen die er voor je willen zijn,
die voor je willen bidden. En dat kan nu ook. Dat kan ook via de chatfunctie. We kunnen het ook via de mail doen. Als je ons mailt, dan kunnen we zelfs contact met je opnemen. We kunnen je terugbellen als je zou willen, zodat we ook voor je kunnen bidden via de telefoon. Mocht je behoefte hebben aan gebed of contact, nou, je ziet het in het scherm staan, de verschillende manieren om met ons in contact te komen via allerlei kanalen, ook via de mail. Goed, wat zou een christelijke dienst zijn zonder een collecte, zou ik haast zeggen. Ook nu willen we met elkaar een collecte houden. De reden waarom we dat doen is omdat we als kinderen van onze Vader simpelweg op Hem willen lijken. En onze God, onze hemelse Vader, is een gevende God. We zitten in onze 40 dagen tijd. We vieren straks dat Hij zijn Zoon heeft gegeven. En juist daarom willen wij ook geven en geloven we daarin. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan dat ook doen via de QR-code op het scherm. Je ziet het nu staan, je kan je telefoon pakken, de camera aanzetten en dan kom je op een omgeving van Mozaïek. En dan, als je dan toestemming geeft om door te gaan, nou, je vindt het allemaal wel online. En als dit te snel voor je gaat, dan kan je natuurlijk straks altijd nog even nakijken via onze website. Neem daar lekker gewoon ook dan rustig de tijd voor. Wat we belangrijk vinden om te zeggen is, misschien ben je wel deel van een andere kerk. En we willen je dan gewoon simpelweg aanmoedigen om ook hier in je eigen kerk niet te vergeten. En ook daar, als het nodig is, en het zal nodig zijn, ook financieel te ondersteunen. Dus, maar ook hier natuurlijk kan dat van harte daartoe uitgenodigd. Goed, volgende week zijn we er weer. Om 11 uur is er weer een livestream dienst. En we nodigen je natuurlijk van harte uit om weer te kijken. Vanaf 3 uur, dus vanmiddag, onze kidsdienst online. En ook volgende week om 10 uur weer een hele nieuwe aflevering van Mozaïek Kids Church online. Dus daar zien we ook naar uit. We sluiten af met deze belangrijke woorden. Want als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u nabij. Ik ben van u en u van mij. En met die woorden nemen we afscheid van elkaar, kerk. En wensen we elkaar een goede week. Hou je veilig, zorg goed voor elkaar. Hou elkaar in de gaten. En we zien elkaar volgende week weer om 11 uur. Tot volgende week.